De gemeente Etten-Leur bij Breda in Nederland is opgeschrikt door een luid koppel. Ze hielden 's nachts een volledig hotel wakker. Het lawaai was gedurende de nacht 3 keer hoorbaar. Karen uit Oelegem was een van de slachtoffers die in het hotel sliep. Maar echt niet normaal roepen, gillen, door heel die gang. Ik hoor, ja, kletsen tegen elkaar, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment doe ik de deur open en ik hoor die vrouw echt letterlijk zeggen, sorry voor mijn woorden, schat, oh, f*** me harder. Dat kan niet echt zijn. Het hotel heeft het koppel nu op de zwarte lijst gezet. Alle andere gasten kregen een fles wijn.